hoofd vrij laten liggen. Vandaag wordt een heilige bad genomen in de zee. Normaal is het in India elke dag. Hier doen we het eens per jaar. En dat valt in de maand, de volle maand van november. Dit evenement is gebracht door onze voorouders naar hier toe. Het was stil komen zitten een tijdje. Hebben we weer geactiveerd. En zodoende zijn we hier 35 jaar bezig met de heilige bad ter plaatse te nemen. De heilige bad houdt in dat je aan de moeder de water vragen, al de zonden die je gedaan hebt, al die rare dingen die je gedaan hebt, of je gaat uitwassen voor mij, dat ik weer schoon ga beginnen. Maar met de bedoeling, je kan 1000 komen baden, maar als je het weer gaat en je weer met die rare dingen begint, dat heeft ook geen enkele zin. Je moet het beloven, Gangama, moeder der wateren, vanaf heden geeft me de kracht dat ik geen zonde doet meer. Dan pas ga je schoon worden. Dus innerlijk schoon houden, dat is belangrijk, toch? Pero para la tarde, más o menos.